Yo gasten, een hele goede dag allemaal. En hier vandaag weer een nieuwe Sharpshooter. En de reden daarvoor is omdat ik deze week projectweek heb en volgende week heb ik toetsweek. En dat is natuurlijk super belangrijk bij je studie, want ik moet mijn studiepunten halen. En als ik de toetsen niet haal, dan heb ik geen studiepunten, dus dan ben ik mooi de lul. Dus, daarom Sharpshooter. Maar dat hoeft niks ergs te zijn, want Sharpshooter is op zich meestal wel oké. Behalve als ik zo kapot ga, dan is het niet oké. Maar dan moet ik eens eventjes kijken wat ik het makkelijkste kan doen. Hoe ik het makkelijkste die tegenstanders kan aanpakken. Even wachten hoor, want volgens mij gaan ze hier zo meteen beneden komen. Nee. Waar zitten die gasten joh? Oké, er gaat er nu wel eentje komen. Dat is dan een easy kill. En dat is ook een easy kill. En daar is er nog een. Oh oh. Oh shit, get turned son. Get turned. Alleen ik moet hier nu wel snel weg. Oh, crossbow, dat is not cool. Niet cool, not done. Dat hoort niet. Want een crossbow is klote. En eens eventjes gewoon random schieten. Ik heb hem stuk. Oké, nice. Nog één. Ook stuk. Holy shit. Holy shit. Of had ik iemand anders stuk? Ik weet het niet. Ik ga gewoon hier beneden schieten, want er komt iemand aan. Yeah, nice. Holy shit. Die crossbow is echt chaotisch to the max. En dat is niet echt super cool. Maar ik vind het eigenlijk allemaal wel best zolang ik niet dood ga. En tot nu toe gaat het wel redelijk. En hopelijk kan ik hem stukken. Nee, ik jump gewoon naar beneden. En dan ga ik die kerel eventjes pakken. En dan wacht ik op hem. En op hem. Al had ik die eerste kill niet. Dus dat is wel jammer. En ik ga prima op zich, merciless. Daar ben ik best wel tevreden mee. En even kijken, want volgens mij gaat hij hier komen, ja. Sukkel, let dan ook op. En hij moet ook opletten. Oké, even relaxen, kijken waar ze vandaan komen. Daar dus. Ik zeg wel even relaxen, maar ik jump gelijk wel als een of andere mogol dat raam uit. En er gaat er nog eentje achter me komen. Dan is dat een rootless, als het goed is. Oftewel een 15 gun streak. Oh wow, en tuurlijk, ik was damaged. Ja, ik had daar niet moeten jumpen. Want ik wist dat ik super damaged was. Dus de kerel die had echt maar één kogel nodig met zijn M1216. En ik moest alle vier de kogels nog hitten. Dus ja, dat is gewoon een nadeel voor mij. Maar op zich weet je, een rootless die heeft mij best wel heel erg aan de leiding gebracht. Dus dat vind ik helemaal mooi. En ik ga weer gewoon hard door met mijn kills. Even kijken waar ze vandaan komen. Er spant iemand hier zo. En die klimt als een of andere debiel op. Dus dat is ook een easy kill. Dat is ook een killetje erbij. En eventjes wachten. Even health regenerator. Niet dezelfde fout maken als er straks. Die kill had niet eens door dat ik er was. En ik zie niemand. Oh, jawel. Toch wel. Zijn er nog meer die dood willen? Ik weet het niet. Ik weet niet waar ze lopen. Eens kijken. Daar loopt iemand. En volgens mij gaat hij daarboven. Oh nee, beneden. Oh shit. Oh shit, wat dom. Oh nee. En ik ga nu op. Ik sta op 400 punten. 410 punten. En 25 om 4, dat is echt super. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En die kerel die denkt slim te zijn om daar te gaan liggen, dat gaat je dus echt niet lukken. En dan is dat een kill. Zijn er nog meer hier? Nee. Hopelijk spant hij daar niet. Nee. Oké, dan kunnen we door. Hij spant wel daar, maar er loopt er nog eentje. Oh, wauw. En die klimt op de tank nog ook, ja. Slimme gozer. En nu word ik ook nog gespawnkilled. Super nice, maar niet heus. En eens eventjes kijken of dat we nog een striertje op kunnen bouwen in de laatste minuut van de game. We hebben nog twee wapens te gaan. Hij is heel erg slecht. Net als die kerel daar zo, want die heeft mij ook nog niet gekild. En eens kijken, waar spannen ze? Daar spant er een. En loopt er nog eentje bij. Dus dat zijn de easy kills. En dan ga ik daar weer snel weg, want anders dan kom ik daar weer vast te zitten. Dat weet ik nu alweer. Moet ik hem wel raken, die kerel die hier loopt. Ja. En de SWAT. Oh shit, hoe kreeg ik daar geen hitmarkers met die laatste burst? Want volgens mij was die laatste burst eigenlijk wel raak, maar het zal wel weer niet.
In ieder geval heb ik een ruime voorsprong, dus ik ga ervan uit dat ik dit win. En ik werd echt gedestroyed daar gewoon. Hem kan ik niet meer raken, want hij is om het hoekje. Maar hij kan mij wel weer raken. What the fuck? Wauw, ik ben nu echt even slecht bezig. 32-9 van 25 om 4 naar 32-9. Dat is niet echt super chill. En eventjes kijken waar ze vandaan gekomen. Oké, hem kan ik niet eens raken. Oh shit, jij span naast me. In ieder geval heb ik de kill, maar het kostte me zat moeite. Oké. Jongens, dit is het potje 33-9. Op zich prima scoren. Leuk potje. Een 15 gunstreak gehad, oftewel een rootless. Jongens, bedankt voor het kijken en laat een duimpje omhoog achter als jullie ervan genoten hebben. En deze week heb ik dus projectweek en aankomende week heb ik dus toetsweek. Dus dan zal ik eventjes wat meer sharpshooter en dat soort dingen doen. In plaats van de uitgebreide commentaries en dat soort dingen. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En nieuws.